zijn onderweg naar Zuid te landen in Zeeland. We gaan naar camping. Wel tevreden? Wel tevreden. Daar hebben we een plekje gereserveerd. Normaal doen we dat eigenlijk nooit, maar het kon daar, dus dan doen we dat eventjes. En op een campingplaats. Een aparte camperplaats heb je daar, met hond en zonder hond. Beetje raar, maar goed, wij hebben dan met hond. En het kost 15 euro, twee personen, hond, camper, toeristenbelasting, stroom. Nou, voor een camping. Het moet vlakbij het strand liggen, dus ja, we gaan even kijken. Eerst nog even langs de supermarkt. Deze is ongeveer een kilometertje bij de camping vandaan. Na 300 meter bereikt u uw bestemming aan de linkerkant. U hebt uw bestemming bereikt aan de linkerkant. We krijgen een mooi plekje op de camping. Dus niet op de camperplaats, maar op de camping zelf. Plekje nummer 98. Het seizoen is er ook een bakker geopend. En deze zit in de hoek van de camping. Helaas is die momenteel gesloten. En hier zie je de camperplaatsen die gelegen zijn in de hoek van de camping. Deze staan in een cirkel. In het midden is de loosplek en ook je toilet kun je hier lozen en je kunt hier water pakken. En hier zie je de camperplekken op de camping zelf. Oftewel de gewone kampeerplekken. Het sanitair op de camping ziet er spiksplinternieuw uit en is dan ook keurig schoon. Tijd om even met de drone te vliegen, want er was weinig wind en ja, als je dan toch aan de kust bent, dan moet je toch eventjes vliegen. Hier zie je een goed overzicht van de camping. En als je goed oplet, zie je zelfs onze camper staan. Even goed zoeken, maar ongeveer in het midden van het beeld, onderin, daar zie je de camper staan. Een hele mooie plek en zoals je ziet, tenminste ik weet niet of het te zien is vanuit de lucht, maar er liggen dus overal vlonders. Deze kun je bij de camper neerleggen, zodat je in ieder geval met droge voeten naar het pad kunt komen. Mazzel weet de weg. En loop zo het bos in. Nee. Wil er een naar de zee? Vanuit de drone is goed de trap te zien. Deze begint aan de achterkant van de camping. En zodra je deze dus op bent en aan de andere kant weer naar beneden gaat, zit je direct op een prachtig mooi strand. En over het strand naar Zoutelanden is ongeveer 2 kilometer lopen. Prachtig toch?
koude landen. Pascal. Pascal. Luffy. Leuk man. Mooi strandje. Kijk. Even te zien is. Bootjes. Mooi lopen hier zo. Een soort boulevardje. Honden mogen los op het strand. Dus we gaan even kijken wat het dorp te bieden heeft. Ik verwacht de gigantische winkelcentra's. Redelijk uitgestorven in de winter. Ik heb bier halen. Ja, toch even lekker in het zonnetje zitten zo, hè? Ook al is het januari. Hallo? Hallo? Hoi. We zijn onderweg naar een monument. Landingsmonument. En dat is een stukje lopen. Dat is niet zo erg. Maar je moet iedere keer trapje op, trapje af. En dat is ook niet zo erg. Kijk. Maar dit zijn de soort trapjes waar je op moet. Zo, en dan zo, en dan zo. Dus, ik ben kapot. Ja. Yeah. Maar goed, we gaan weer naar boven. Dus daar gaan we weer. Oh. Gaat ie. Net zo heet ie. Rocky. Maar zo weet de weg. Heel net strand. Zijn we weer boven. Wat gebeurt als je boven bent? Ga weer naar beneden. Een soort hindernisbaan. Maar we komen wel dichter bij het keerpunt. Kijk, mazzel wil alleen maar naar beneden. Mooi. Dat is mooi, niet? Mooi, hè? Kijk dan hoe gaaf. Hier valt hij een beetje uit elkaar. Dus we stoppen maar met lopen. Blijft toch altijd indrukwekkend dit soort monumenten. Om te lezen wat hier daadwerkelijk allemaal gebeurd is. Toen we bij dit monument stonden, zagen we in de verte echter nog een tank staan. Dus, ja, het eindpunt werd iets verlegd. Ja, we gaan iets verder door. 1, 2, go! Wij zijn aangekomen bij het eindpunt van onze wandeling. En dat is het monument met de tank bij Westkapelle. Nou, je kunt hier dus alle kanten op heel goed wandelen. Wij hebben het hier prima naar ons zin gehad en gaan zeker nog eens terug. Tot slot ga ik jullie nog eventjes wat mooie droombeelden laten zien. Ja. Hier zie je het strand dus vanuit de lucht, gefilmd met de drone. Een heerlijk strand om heerlijk ver te wandelen. We hebben hier dus 2 dagen gewandeld, eerst de ene kant op en daarna de andere kant op. Je kunt hier echt prachtig wandelen. Ons weekend zit erop. Ons weekend in Zuid-Hollanden. Nou, we zijn allemaal een beetje moe aan het wandelen. Dus Marzel is een beetje moe. Jackie? Ik ben ook een beetje moe. Allemaal een beetje moe. Maar lekker gewandeld. Wat vonden we ervan? Zuid-Hollanden. Top. En de camping? Ook top. Ook top. We gaan zeker nog eens een keertje terug, want het was echt leuk. Nu nog leuk betaalbaar. En betaalbaar in het winterseizoen. En camper in het winterseizoen is gewoon hartstikke leuk. Niet in de stalling zetten, gewoon lekker doorgaan. Want je weet niet wat je mist. Maar wij gaan weer verder rijden. Of terugrijden.
een beetje teruggaan eigenlijk. En binnenkort weer nieuwe filmpjes. Dus blijf kijken. Vond je het filmpje leuk? Geef dan een duimpje. Dat vinden we altijd hartstikke leuk. Hoe meer duimpjes, ja, hoe leuker het is eigenlijk. Mazzel gaat er vandoor. En als je nog niet geabonneerd bent, dan kan je dat ook doen. Abonneren kost helemaal niks. En hoe meer abonnees wij hebben, ja, dat vinden we ook al gewoon hartstikke leuk om toch een beetje waardering te krijgen van wat we allemaal doen, toch? Ja. Jij nog wat? Mooi shirt heb je aan. Mooi shirt heb je aan. Kijk, mijn campertje. Hop, 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 gas erop. Ja, hij is op groen, dus is hij wat slechter te zien. Maar hartstikke leuk. Maar goed, we gaan er vandoor. Bedankt voor het kijken. De mazzel!